Wel om de gezondheidszorg en andere sectoren dus, te garanderen. Dat de activiteiten in die sectoren voor kunnen gaan. Dan kom je er soms niet aan om te kijken naar gastarbeiders. In de zorgsector zijn veelal Cubanen en Filipijnen. We moeten kijken als we ze naar hier toe kunnen halen. Maar ook andere sectoren hebben aangegeven dat ze toch wel behoefte hebben aan arbeidskrachten. Omdat Surinamers ook bepaalde werkzaamheden niet meer ambiëren. Bijvoorbeeld in de landbouwsector. Dus het vraagstuk van migratie, van gastarbeiders, is één die we nog verder zullen moeten bediscussiëren in de regering. Om te kijken toch hoe we de noodzakelijke stappen kunnen ondernemen. Zodat in principe economische activiteiten, zorgactiviteiten normaal voortgang kunnen vinden. Want doen we dat niet, dan loop je het risico dat bedrijven sluiten. Dat ziekenhuizen geen personeel hebben en dergelijke. Maar regeren, dat is het voor de minister, die samenleving die vaak voeren, dat de regering veel bezig is met kaartjes. Ja, regeren is inderdaad vooruitzien. En ik gaf al aan dat het wereldwijd bekend was dat in dit jaar de laatste babyboomers met pensioen gaan en dat er dus een enorme behoefte zal zijn aan zorgpersoneel. Ik weet in landen zoals Sint Vincent en de Grenadines dat ze daar een specifieke school hebben opgericht om snel verpleegkundigen af te leveren. Dus ik denk dat we ook moeten kijken naar dergelijke activiteiten om te zien hoe we de vraag in de zorg toch wel kunnen beantwoorden. Maar ja, er zijn nog andere punten die meespelen in dit verhaal. U weet dat we door een stringent programma gaan van het IMF, wat ook wel de ruimte om bepaalde zaken te doen minder maakt. Er zijn soms geen middelen voorradig. Als ministers kan je soms de mooiste plannen hebben, maar als het geld er niet is, dan houdt het ook wel enigszins op. En dat merken we als alle ministers toch wel, dat we ons ondanks goedgekeurde begrotingen toch wel rekening moeten houden met het feit dat we bezig zijn om een IMF-programma uit te voeren, die toch wel een bepaalde vereisten heeft.